Ik ben Hanneke Niele en als wethouder ben ik verantwoordelijk voor de monumenten zowel boven als onder de grond. Omdat we monumenten in Beverwijk en Wijk aan Zee heel belangrijk vinden, maken we een serie filmpjes om u kennis te laten maken met deze pareltjes. Ik hoor graag of u dit leuk vindt. Laat het ons weten. U kunt hieronder reageren. En vandaag nemen we u mee in de geschiedenis van... Hallo. Jan, we staan hier voor een prachtige fontein. Nee? Nou, lelijke fontein? Nee, het is niet lelijk. Niet lelijk. Maar hij is mooier geweest. Oké. En hij is dus onder andere met de koperbeslag geweest. Koperen leeuwen hebben erop gezet. En bovenop heb hij gesierd met een hele grote koperen vogel. Ja. En daar spoot dus ook water uit. En uit die leeuwenbekken spoot dus ook water uit. Was de functie van de fontein altijd gewoon om heel mooi te zijn? Of? Nee. Nee? Nee, het had een tweeledige functie. Beverwijk was natuurlijk het centrum van de veilingen. Ja. We hadden hier veel groenteveilingen, aardbeienveilingen, bloemenveilingen. En de meeste tuinders, de warmoezieren... Die hadden niet die rijkdom die we tegenwoordig hebben met een autootje. Dus die moesten met een handkar of met een hondenkar. Of als ze in de gelukkige dagen waren, hadden ze een paardje. En dan kwamen ze hier naar de veiling. En dan moest dat beest natuurlijk een beetje drinken. Ah. En ja, daar was dat fontein voor. Want daar zitten dus die uitspaningen voor. Boven konden dan de paarden drinken. Die staan wat hoger op de pootjes. Ja. En beneden zie je die gaten. Aan de, om en om. En dat was voor de trekhonden. We hebben in Beverwijk hebben we deze Dr. Schuitfontein en we hebben daar hebben we de Dr. Schuitstraat. Is het zo'n bijzondere man geweest, deze Dr. Schuit, dat er zoveel plekken naar hem vernoemd zijn? Was ik ken hem natuurlijk persoonlijk niet, want hij is 1904 overleden. Maar hij was, wat ik weet, was hij heel sociaal bewogen en voor zijn patiënten. Hij heeft gestudeerd in Leiden. Ja. En toen hij gelijk na zijn studie is hij in Beverwijk, heeft hij zich in Beverwijk gevestigd als huisarts. En hij werd gelijk, tenminste gelijk, maar vrijwel heel snel op handen gedragen. Maar het was ook een kundige man. Hè? Hij had geneeskunde gestudeerd en verloskundige. Maar hij kon op een gegeven moment kon hij professor worden in Leiden. En dat heeft hij geweigerd. Want hij wilde zijn patiënten in Beverwijk niet in de steek laten. Hij vond het zulke geweldige mensen, Beverwijkers. En toen hij 40 jaar huisarts was, hier in Beverwijk, in 1903, toen hebben ze geld ingezameld voor een cadeau voor hem. Want zo enthousiast waren die Beverwijkers over Dr. Schuit. Nou, en dat is ook weer typisch Dr. Schuit. Dan stak hij het niet in zijn eigen zak en ging een reisje maken. Nee, hij heeft gedacht, hé, daar geef ik de Beverwijkers wat voor terug in een vorm van een fontein. Daar hebben ze wat met die dieren, hè, die trekhonden en die paarden, voor die veilingen gebeuren. En ze Beverwijk hebben een mooi sieraad. Nou, wat een lieve man. Ja, Jan. Willem. Schuit. 1840-1904. May he rest in peace. Oh nee, dat staat nee, er niet. Nee, dat staat er niet. Jan, dankjewel voor alle informatie. Ik stijg weer snel op mijn paard en ik hoop je gauw weer eens tegen te komen in Beverwijk. Ja, oké. Fijne dag. Ja, zelfde. Ze glom voor de eenvoudige dorpsdokter, getooid met koperen leeuwenkoppen. Tot het eerste geweld begon en het eerste ornament haar glans verloor. Bovenop haar zuil droeg ze een zwaan, uit wiens bek vroeger met meer of minder succes een waterstraal placht te spuiten. Maar de zwaan vloog uit en wat bleef voor dokter Schuit was een kaalgevreten monument. Een cadeau van zijn patiënten. Versleten en vele verplaatsingen verder staat hier dan zijn fontein. Statig in het water. Minder glimmend, minstens zo mooi.